De nieuw gevormde coalitie is op twee fronten bezig te werken aan plannen voor stabilisatie van de situatie. Dit zei ABO-parlementariër Marinus B. in het programma ATV Verkiezingsupdate. Volgens B. is er een technische commissie ingesteld, bestaande uit deskundigen van de vier partijen van de nieuwe coalitie. De vier leiders zijn nu bezig om hierin te houden met het maatschappelijk middenveld. Ja, en nadat die zaken zullen worden afgesloten, komt er een prioriteitslijst. En dan gaan de leiders het moment nemen om de samenleving te informeren. Zij hebben een heel goede start gemaakt om hierin te houden. En ik denk dat de weg van communicatie met de samenleving heel hoog moet staan, zodat we samen de vele problemen die gecreëerd zijn in de afgelopen 5 jaren, we ze kunnen oplossen. B benadrukt dat er geen mogelijkheid bestaat dat de ABOP weer gaat samenwerken met de NDP. De ABOP heeft het beleid van de NDP resoluut afgekeurd. B zegt dat zijn partij op een verantwoordelijke manier wil helpen leiding te geven aan het land. We hebben niet gewacht tot na de verkiezing en daar zeggen we werken niet met de NDP samen. We hebben gezegd, luister, na de verkiezing van 25 mei is NDP voor ons geen optie. Ja, wij hebben het beleid afgekeurd. We hebben de corruptiezaken aan de kaak gesteld. We hebben gezegd van luister, met pakketten bouw je een natie niet op. Er is geen ontwikkeling. Voor ons is dat geen ontwikkeling. We gaan voor een duurzame armoedestrijding, waar mensen hun leven zelf kunnen inrichten en hun toekomst kunnen garanderen van hun en hun kinderen. Dus dat, daarin was er al een wezenlijk verschil. En die twee zaken zouden niet met elkaar kunnen matchen. Wij willen op een verantwoorde manier omgaan met de staatsfinanciën. Dat hebben we in mindere mate gezien bij de huidige machtshebbers. Dus wij hebben gezegd van luister, we gaan voor sterke instituten. We gaan voor een corruptievrij land. We gaan voor zij die zich daaraan schuldig maken, dat ze in aanvaring zullen komen met het Openbaar Ministerie. We gaan mensen niet beschermen, zoals kort voor de verkiezing is gebeurd. Dus reden genoeg, reden zat om te zeggen van luister, een samenwerking ABOP en NDP is haast niet meer mogelijk. Dat was dus ABOP-parlementariër Marinus B.